Het is in het begin van de oorlog. Om precies te zijn 4 december 1940, als we hier getuigen zijn van het huwelijk van Dries en Jo van de Poes Clement in Nisse. Ondanks de oorlog wordt er toch getrouwd. Eigenlijk was het stel dit nog lang niet van plan. Maar Jo woont in Brabant en heel Zeeland is in die eerste oorlogstijd sperrgebied. Wie er niks te zoeken heeft, komt er niet in. De enige mogelijkheid voor de twee geliefden om elkaar te zien is dus trouwen. Ook To van Driel trouwt midden in de oorlog. In 1942 in het oude stadhuis van Vlissingen aan de Houtkade. En daarna naar de kerk voor een wonderlijke bijeenkomst. Dominee Hietkamp heeft ons getrouwd. Er was geen sterveling in die kerk. Eén mevrouw zat er, een boerenvrouw. En die was daar verder. Niemand, de mensen durfden toch niet op straat te komen. Want daar is het ronduit gevaarlijk. Op onverwachte momenten wordt er volop gebombardeerd. To en haar familie durven geen feest meer te houden in Vlissingen. En het hele gezelschap vertrekt naar het station. De trein in, op naar Goes. Daar aan de Patijnweg kan er uiteindelijk gefeest worden. Nou ja, we waren allemaal jong. En er waren verschillende padvinders bij. Er werden stukjes gedaan. Het was eigenlijk hartstikke gezellig. Het jonge paar betrekt een deel van de woning aan de Goese Patijnweg. Daar is het in ieder geval veiliger dan in Vlissingen. Midden in de oorlog bevalt To van haar eerste kind. Ook dat is improviseren. Ze leent haar trouwjurk uit in ruil voor eten. Haar trouwschoenen moeten er eveneens aan geloven. Ja, je rommelde maar wat aan eigenlijk. Er is gebrek aan van alles. Vindingrijk word je vanzelf in de oorlog. Wat te denken van het Sinterklaasfeest van To en Adrie? Bij gebrek aan beter heeft oma zich min of meer als Sinterklaas verkleed. Ook de cadeaus zijn aangepast. Een spaarbankboekje voor de pasgeboren baby en een doos gezonde appelen. Alles is anders en niks is normaal. Maaike de Wolf, jonger dan To als de oorlog uitbreekt. Maar ze herinnert het zich alsof het gisteren was. Een puber in Biggekerke. Het leven gaat gewoon door en iedereen zit in hetzelfde schuitje. Maar ze heeft heus wel in de gaten dat er iets vreselijks gaande is. Je moeder had altijd zorgen. Hoe doen we dat met het eten? Hoe moet het met de kleren? Hoe met het stooksel? Dat we uitkomen. Overal moest je zuinig mee zijn. Je droeg in die tijd, ja, nu is het om te lachen, maar droegen we allemaal een onderjurk. Op een gegeven moment had ik er nog twee. Dus dat was één in de was om de beurt. Toen was die ene van achter helemaal doorgesleten van de fiets, van je zadel natuurlijk. Wat gedaan, van twee voorkanten werd er weer één gemaakt. Dat zijn natuurlijk geen rampen en dat overleef je allemaal wel. Maar dan had je een roze voorkant en een blauwe achterkant, bijvoorbeeld. Ja. Net als To van Driel proberen de meeste mensen er het beste van te maken. Hopend op en dromend van betere tijden. Terwijl de dochter van To nog te klein is om weet te hebben van de zorgen van haar moeder, speelt ook dit meisje alsof er niks aan de hand is. Dini Hakau op haar stelte, op de stoep van de Singel in Vlissingen. Zou zij oog hebben voor wat wij daar aan de andere kant van de straat zien? Een rails, een schuilkelder, een bunker? Nog meer kinderen in oorlogstijd. Op een akker in de buurt van Sint-Jansteen verrichten deze knapen behoorlijk zware arbeid. De aardappeloogst en de maïsoogst worden hier geklaard door de schooljeugd. Dat doen ze omdat vrijwel alle volwassen mannen arbeidseingezet zijn. Let u eens even op de huid van verschillende kinderen. Veel wonden en korsten vanwege de slechte hygiënische toestand. Dus een stuk van je jeugd is afgepakt. Dat was er gewoon niet. Joop Heid woont in 1942 in het gehuchtje Koudekerk op Schouwen en Duiveland bij de Plompe Toren. Er wonen maar een paar gezinnen in enkele huizen en boerderijtjes. Een fantastisch oord voor een kind als de 8-jarige Joop Heid. De toren, de dijk, de zee vlakbij. Toen de oorlog begon, merkten wij daar eigenlijk helemaal niets van. Want
het was een dorpje, daar hadden de Duitsers eigenlijk helemaal niks te zoeken. Maar men heeft toen besloten om daar een bunker neer te zetten. Omdat het eigenlijk wel een mooi punt was om over de Oosterschelde te kijken vanaf die toren. Dus men heeft toen een van die boerderijtjes afgebroken en heeft daar een grote bunker neergezet. En aansluitend aan die bunker op de dijk een uitkijkpost, een soort koepeltje waar dan één man in kon staan die over de Oosterschelde keek. Veel last hebben ze niet van de Duitsers. Bevel is bevel, maar aan het gewone leventje veranderde niet zoveel daar bij die plompe toren. Maaike de Wolf, de tiener uit Biggekerke, had intussen behoorlijk moeite met al die dingen die niet meer konden of mochten. Je moest verduisteren. En bij mijn moeder thuis hadden we nog van die houten schuifblinden. En er was wel eens een spleetje dat niet helemaal goed sloot. En er werd natuurlijk gepatrouilleerd. En dan hoorde je ineens bonzen op het raam. Liestaus, kan snel! Op een gegeven moment mocht je ook niet met meer dan 3 mensen op straat staan praten. Dat mocht dan niet, want dat was samenscholing. Ik was op de meisjesvereniging. Meisjesclub was dat dan. Je had voor de kleintjes en voor de grote. En dat mocht ook niet meer. Dat had helemaal niks met politiek of wat ook te maken. Maar dat mocht gewoon ook niet meer. En er waren natuurlijk al zo weinig pretjes, want ja, een keer naar de film of dat mocht ook allemaal niet meer, omdat je ook op tijd binnen moest zijn. Dus dat kon allemaal niet meer. Er was niet dat we nou een hele dag liepen kniezen of zo. We hadden ook nog best wel plezier, maar een heleboel dingen die je normaal als jong meisje doet, helemaal geen uitspattingen of zo, maar dat mocht allemaal niet meer. En dat geeft dan toch een bepaalde druk. Hoe rustig het ook is daar bij die plompe toren, ook daar voltrekt zich een drama. Een drama dat het leven van Heid voor goed op zijn kop zou zetten. In de tijd dat wij daar bij de plompe toren woonden, raakte ik bevriend met een Duitser. Een zekere Günther. En die man die was wat ouder. Het was geen jonge soldaat, ik denk dat hij een jaar of 40 al was. En had thuis een zoontje, net zo oud als ik. En die had hij natuurlijk al die tijd niet gezien. En dat trok aan. Hij wilde mijn vriend zijn. En omdat daar op dat dorpje eigenlijk geen kinderen woonden, vond ik het best leuk om met die Duitser op te trekken. En ik, die eigenlijk helemaal geen verschil kende tussen een Duitser en een Nederlander, want wat maakte het een kind uit, die vond dat ook leuk. En zo zijn wij op een dag, en dan praat ik over de rampdag zal ik maar zeggen, ben ik met hem meegegaan de bunker in en door de bunker naar dat koepeltje op de dijk. Hij tilde me op het koepeltje en hij bleef zelf beneden staan. En daar lag een groot pistool, zo'n groot pistool, dat was een lichtkogelpistool. En een lichtkogelpistool was in de Duitse tijd, of ik weet niet of dat nu nog zoiets, mag alleen maar 's nachts geladen zijn. En de man die nachtwacht had gehad, had vergeten die kogel eruit te halen. Dus hij pakt dat pistool, richt op mij en zegt, zal ik eens op je schieten? En ik vond dat best, het was natuurlijk maar een spelletje. Dus ik lach en terwijl ik lach zo, schiet hij inderdaad en raakt mijn gezicht aan deze kant. Schiet dat helemaal kapot, heel die wang, oog kapot, oogblind en ik had er eigenlijk nog geen R in. Hoe het komt, weet ik niet. Maar totdat ik mijn hand naar mijn gezicht deed, al dat bloed zag en toen naar beneden ben gerouwd langs de dijk. En halverwege de dijk ben neergevallen. En vanaf die tijd weet ik niks meer totdat ik bijkwam in het ziekenhuis. De bezettingsjaren betekenen voor Joop Heid niet alleen een ontregeling van zijn dagelijkse kinderleven.
de oorlog zou zich voor de rest van zijn leven in zijn ziel kerven. Het is heel mijn leven is het bijgebleven, omdat ik van een best aardig jongetje veranderde in een soort monstertje. Hè? Met een gezicht helemaal vol littekens, helemaal rood en zwart opgezet. En, ja, dat heeft me, heel lang heeft me dat achtervolgd. Het is een verschrikkelijk onderwerp geweest in mijn jeugd. Het gehuchtje bij de Plompe Toren wordt door de Duitsers afgebroken. Heit verhuist naar Haamstede. Hij is aan het spelen als er een Duitse soldaat op hem afkomt. Günther. Die man die was zo verschrikkelijk overstuur dat hij me zag. Want men had hem in het Duits verteld dat ik dood was. En dat, dat was natuurlijk verschrikkelijk voor hem. Hij was gedegradeerd en moest naar het Oostfront. En dat was in die tijd was dat een teken van je komt nooit meer terug. En bovendien met de gedachte van ik heb een kind doodgeschoten, was hij als het ware gewoon veranderd. Helemaal, het was een andere man geworden. Hij klemde me dan ook in mijn armen en huilde. En heeft dat in de tijd dat hij nog op Haamstede was, proberen een beetje goed te maken. Maar toen is hij op een dag verdwenen en ik heb hem nooit meer gezien. Ik heb er ook nooit meer iets van gehoord. Ik heb er ook zelf nooit meer naar gezocht. Alhoewel het me nou in de laatste jaren wel eens in mijn gedachten schiet van... Hé, wat zou er eigenlijk met die man gebeurd zijn? Hè?